Hey, Kasim. Kasim. Goedenavond. Kasim, ik heb jouw vlogje gezien. En mijn eerste vraag die bij me opkwam, betaal jij de rekeningen thuis niet? Want als je met zo'n dikke warme jas aan zit thuis, terwijl het eigenlijk 20 graden binnen hoort te zijn, dan lijkt het me dat er of koudbloedig bent of dat je de rekeningen niet betaalt. Dus, maar dat is mijn eerste vraag richting jouw vlogje waar je teruggestuurd hebt. Ten tweede, het antwoord op jouw vraag hoe lang ik nog de corvée-dienst moet draaien. Ja, dat weet ik niet. Dat hangt er vanaf hoe vaak ze mij op die lijst zetten. Ik hoop niet te vaak, want ik draai thuis natuurlijk ook al de corvée-diensten. Dus het zal mijn vrouw leuk vinden om dat te horen. Dus nee, als dat moet, dan moet dat, Kasim. Dus dan doen we dat gewoon. En dan komt eigenlijk de volgende vraag, of de vraag die ik jou wil stellen, waar ik een antwoord op verwacht van jou. Ik heb hier naast mij een aandenken aan mijn tijd bij VVV. Altijd kopje erbij houden. En nooit gedacht dat ik x aantal jaren later bij een club zoals HBSV of überhaupt een amateurclub zou gaan voetballen. Ik heb altijd gezegd, na het profvoetbal houdt het voor mij op. En dat komt voor mij bij de volgende vraag. Waar zie jij jezelf, of in ieder geval, wat is jouw planning in jouw carrière de komende jaren? Waar zie jij jezelf in 5 jaar? Is het een vaste tafelgast bij Voetbal Insight bijvoorbeeld? Ja, wie zegt het? Ze liggen nu overhoop met de programmamakers, dus er ligt misschien een vacature voor jou open. Dus dat is mijn vraag. En zoals ik zeg, altijd kopje erbij houden.